Pepijn, je gisteren eigenlijk je eerste echte oefendag met de selectie gehad. Hoe is je tot nu toe bevallen? Ja, top. Het is natuurlijk perfecte omstandigheden. Hè, om, als je een club verlaat en een nieuwe club binnenkomt, om dan binnen een dag op trainingskamp te zijn waar je 24 uur met de spelers bent. Ja, dat is een ideale situatie. We kunnen echt vanaf minuut 1 binnen de trainingen aangeven wat we graag willen en hoe we het voor ogen zien. Zonder alles overhoop te gooien natuurlijk, maar vooral ook om een aantal details aan te geven binnen die manier van spelen die we voor ogen hebben. Dus ja, dat is een ideale situatie. Nou ja, je zegt altijd ideale situatie, maar voor spelers, ik kan me voorstellen dat ze ook denken van eerst half jaar de ene trainer gehad, nu komt er weer andere invloeden, andere ideeën bij. Ja, ja, daarom is het ook belangrijk dat je datgene wat je toevoegt heel duidelijk is en tot voor spelers ook begrijpen waarom we bepaalde dingen doen. En het enige wat we willen is natuurlijk om nog meer de spelers te promoveren, hè? De kwaliteit in de speler te promoveren door het team op een bepaalde manier te laten spelen, waardoor ze meer houvast krijgen in wedstrijden. En dat is goed werk geleverd, dus dat is absoluut top. Het is ook fijn voor mij om in een staf te komen die de spelers goed kent en die weten hoe het gegaan is. Dus dat is een ideale situatie naar mijn beleving. Ja. Maar dan maakt het dus ook niet uit of je in de zomer of in de winter begint? Nou, het voordeel van de winter is dat je nu een half jaar tijd hebt om maandag, dinsdag, woensdag, donderdag daadwerkelijk te trainen. En het elftal de juiste impuls te geven. Op maandag de juiste impuls, op dinsdag, op woensdag, op donderdag. Zodat het elftal zich kan gaan ontwikkelen. Ik geloof in training, ik geloof in ontwikkeling. Ik geloof dat alleen daardoor mooie dingen kunnen ontstaan. Ik heb geleerd alles draait om de passie en de liefde voor de bal en voor het spel. En voor, om beter te worden. Dat heb ik geleerd van de spelers die ook continu naar een hoger niveau op zoek zijn. En ja, mijn gevoel is elke keer bevestigd. Hè? De liefde voor het spel en dan passie en ambitie van de speler dat leidend is. En, ja, dit half jaar kunnen we mooi gebruiken om echt te trainen. Dus het is toch al wel gewoon ook je eigen idee meteen voorbereiden, wat je net al zei. Ja, absoluut ja. Maar je traint het spel zoals jij voor ogen hebt dat het spel gespeeld moet worden. Ten aangaande tot je competitiever wordt binnen de league. En dat je niet alleen competitiever wordt in de Jupiler, maar vooral ook het elftal voorbereidt op wat komen gaat. Hè. Je wilt graag hogerop, maar daar hoort wel een bepaalde stijl bij. Hè. Als je tegen betere ploegen speelt, dan ja. Je zegt liefde voor de bal, spelers die graag hogerop willen. Je hebt nu een dag, daar heb je veel ervaring mee gehad, daar put je dat uit. Je bent er nu een dag, maar hoe zit dat bij deze jongens? Nou, top. Ja, echt top. Die gasten die hebben al veel laten zien. En, het gaat om een combinatie van een 100% winningsmentaliteit creëren. En op hetzelfde moment de potentie van de spelers steeds prikkelen en impulsen geven. En ze hebben wel laten zien dat ze tot een groep is met een groot hart. Dus ik kijk dan uit om met hen te werken. Ja.